Jochen, als we gaan kijken naar een eerdere bevraging liever van ons, mm-hmm, over hetzelfde onderwerp, maar dan onder werknemers, dus de andere zijde, blijkt dat bij hen verloning die aan de financiële behoeftes voldoet eigenlijk direct veel hoger gaat staan. Mm-hmm. Voor werknemers blijft dat dus een prioritaire voorwaarde om aan een duurzame loopbaan te kunnen spreken, maar hoe denk jij erover normaal? Op zich is dat heel logisch. Iemand die in een financiële kramp zit, die zit eigenlijk in een kramp van... Ja, de bestaanszekerheid haast die bedreigd wordt. Als we kennen allemaal wel de piramide van Maslow. Die veiligheid, die zekerheid, dat is zo'n basis waarop dat we kunnen gaan bouwen. Dus we willen wel een loon hebben dat ons op zijn minst al die zekerheid geeft van ik kan voor mezelf, voor mijn gezin, financieel zorgen dat we het eten hebben. En als we nu in een situatie zitten met de oorlog in Oekraïne, met de stijging van alle prijzen en dergelijke, ja, dan vinden we dat nog belangrijker. Dus is dat een pleidooi voor exuberant hoge lonen? Nee, het is een pleidooi voor te gaan kijken van wat heeft iemand nodig om zich voldoende veilig en zeker te voelen. Ja. En eens dat in orde is, dan kan je mensen ook gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Is dat niet in orde? Ja, dan zitten we, zoals ik zei, in een financiële kramp. Ja, inderdaad. Dan wordt het lastig, hè? Dan wordt het heel lastig. Ja.